Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. Wauw. Mijn naam is Alta Dylan en welkom bij alweer een nieuwe video. En vandaag gaan we dus... Ja, wat moet ik het doen? En hoe moet ik het zeggen? We gaan vandaag dus een recap doen van de afgelopen live dat ik op TikTok heb gedaan. Dat was dus... Afgelopen dinsdag eigenlijk, toen ik ook de video heb geüpload van de vlog. Vlog 69 heb ik toen geüpload. En wat gaan we dus doen vandaag? We gaan dus de recap maken van dus, de live. En ik heb heel wat roosjes, ik heb heel wat cadeaus gekregen. Heel wat diamanten gekregen. 146 zo in totaal. En ik heb me ook gevolgd door iemand heel bekend op het YouTube kanaal. En op het YouTube en op TikTok. Ik ben gevolgd door... Nixer. En ik vond het echt wel leuk. Zo van, ik zeg zo van, hey Nixer. En die dropt in een follow. En like, oh my god. Nixer is echt zo van, what the fuck. Ik zo echt zo van, what the fuck. Nixer volgt mij en dit en dat. Oh my god. Echt, like, ik kon het niet geloven dat Nixer mij ging volgen. Maar nu weet ik het dus wel dat Nixer mij gevolgd heeft. En wajo. Maar nu gaan we dus eigenlijk zo'n beetje een recapje doen van wat ik eigenlijk allemaal gekregen heb. Allemaal... gezicht heb in de live. Ik heb een live gedaan van 3 uur en 10 minuten. Ik ga heel wat moeten editen voor deze live te kunnen samenvatten eigenlijk. Het gaat een korte video worden. Dat hoop ik dat het een korte video gaat worden. Want ik heb heel wat gifts gekregen. En dat wil ik er ook wel inzetten. Dus, ja. Ik vond het wel leuk dat Nixer mij kon volgen is. Dus gun die guy een follow. En hij zit nu aan 223.000 abonnees. 223.000 volgers op TikTok of zoiets. Dat ik net gezien heb. Dus ik kan het echt. Weet het. Ik kan het bewijzen ook. Dan niks ervan. Ik kan het heel hard bewijzen. Wat staat er hier? Hier. Zeg hallo tegen Nixer. Nixer staat ertussen. Like, oh my god. Echt, ik kan het niet geloven. Nixer. Like. Nixer. Why man? Why? Zoveel leukere mensen. Yes. Echt, niks is echt een goede guy. En gun die guy een follow, gun die guy een abonnee. En zijn TikTok link komt hier in de. Nee, wacht. Ik ga gewoon geen recap doen. Ik ga gewoon blijven praten over hoe dat niks er mee kunnen komen volgen. Dus. Oké, ik heb dus om 14:42 toen heb ik toen een livestream gestart. Gewoon omdat ik het zat van, ik verveel mij. Ik wou me echt zeggen, ik verveelde mij zo hard dat ik gewoon wou live gaan op TikTok. En gewoon eventjes zou zeggen van, hey guys, hier ben ik. Ik ben verveel mij en we gaan live. Oké, dat ging goed. Ik ineens kreeg 2000 likes. Ik zeg zo van, ja, toen was ik aan het draaien op mijn DJ deck. Dus ik kreeg ineens 2000 likes. Toen kwam er een meisje in, Lin heet ze. Ik heb er nu contact mee op Snapchat. Die heet Lin. En die kwam ineens keiveel like. Ik denk dat hij 40.000 likes of zo heeft gegund in die live. Of 30.000 ongeveer. Dat die, door Lin heb ik de 42.000 of zo gehaald. 44.000 zelfs likes. En ja, dat was echt zo wat. Boom, 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 boom. En dan nog iemand van vroeger, Kyle Haaien. Die is dus bij mij direct, komen giften. Dat ik zoiets zat van, waarom kom dat bij mij giften? Waarom geeft je geld niet aan iemand anders? Maar ik ken die gast van vroeger, dus ik heb gewoon daarmee gesproken even. Ik heb die als moderator gemaakt. Ik heb die Lin als moderator gemaakt. En ik heb ook nog Wout. Wout Sinol, denk ik dat wel. Ja, zo noemt hij met zijn achternaam geloof ik. Ja, Wout streamt eigenlijk op Twitch, denk ik. Ik weet niet of hij aan Twitch doet. En die kwam ook de hele tijd boom, like. Ik heb die ook gewoon moderator gemaakt. Maar als hij één of één ding wist zich, is zijn moderatorschap weg. Dus ja. Maar echt, dat is echt zo van, like, ik heb zo'n leuke live gehad. 3 uur en 10 minuten. Zeg het, ik heb om 14:42 de live opgestart en 17:52 heb ik de live afgezet. Of 17:58. Dus ik heb zo'n toffe live gehad. Echt niet te geloven hoe een toffe live dat ik heb gehad. Ik wist van, ja, ik kan de live beginnen. Ik ga gewoon doen zoals ik normaal doe eigenlijk. Gewoon eventjes live gaan. Zeg maar voor 3 kwartier zo live te gaan. Maar ineens ook keiveel gifs en en dan niks er nog in mijn live komen zien. Echt van, guys, heb ik het gemaakt? Gemaakt of heb ik het niet gemaakt? Maar dit is eigenlijk het begin van succes op TikTok. Ik dacht zelfs even dat ik in een rangles zat. Ja, zo erg was het dat ik bijna dacht dat ik bijna in een rangles zat. Dat ik, oh manneke. Dat ik dacht dat ik zit in de ranglijst en ik ga die ranglijst halen en dit en dat. Dus dat was echt een goed gevoel, die live. Oké, ik had sommige stukken in de live dat ik weet niet. Maar dat was direct weg dus.
Dan kwam Lin terug en begon hij weer te liken en dit. Maar wat ik echt wel tof vind aan de live, tof vond aan de live, was gewoon echt, je kon doen wat je wou in die live. Je kon muziek opzetten en je bleef maar likes krijgen, je bleef maar... Alleen dan kwam Nick erin, Nick erin en die kwam gewoon liken en giften en die is met mij gesproken. Like mijn reactie, dat was echt de sweetest reactie, een van de sweetest reacties die ik hem gezien had. Dus ja, ik geloof hem wel in zijn woord, want Nixer is echt wel een chille guy. Hij is echt wel echt heel chill. Ik volg hem ook al heel lang, tot een paar jaar. Ik volg hem eigenlijk al sinds het begin, dat ik daar zo'n fan van ben. Ik heb ook al wel eerst op YouTube kanaal, dus ik ben ook, volg ook zijn Instagram geloof ik. En echt, die Nixer, dat is echt een goede guy. En zoveel moeten er meer, zo moeten er meer zijn. En tweede, ik heb wel een tijdje gehad dat ik echt zo dacht van, waarom zou ik geen vrienden kunnen worden met Nixer? En toen dacht ik echt van, ik wil wel vrienden worden met Nixer. Ook met Joni, Joni HX. Maar dat weet ik niet of dat zou kunnen met Joni vrienden worden. Ik ken wel iemand die daar vrienden is met Joni. Die al een video heeft opgenomen met Joni. Ik zou graag ook eens een video willen opnemen met Joni en Nixer te samen. En dat ga ik echt wel leuk. Dat ga ik echt wel leuk vinden. Dat ik zo een video kan maken samen met Joni en Nixer. Misschien met iemand anders erbij. En het zou echt wel nice zijn moest ik een video kunnen maken met Joni, Nixer. Misschien in Marten Depp, weet niet. Het zou echt wel een nice video zijn eigenlijk. Maar dat idee, ja, dat kan ik misschien niet heel hard nadenken. Ik kan erover nadenken. Maar gaat het ooit gebeuren, het idee dat ik een video ga maken met Joni, Nick en misschien Marten erbij? Dus dat weten we nog niet, dus maar het YouTube-wereldje in België is klein, dus misschien komt het er ooit wel een collaboration met Nixer, Joni en maar hopelijk wel. Hopelijk komt er een collab mee. Hopelijk wel. Maar dat zijn zo een beetje mijn... Ik wil eigenlijk wel gaan doen. Zo'n collab met Joni, Nixer en Mart. Maar ik weet niet of dat ooit zal gebeuren. Ik zou dat wel nice vinden, moest dat gebeuren. Dan echt zo... Een goede collab, maar dat weet ik niet of dat gaat gebeuren. Maar we zullen wel zien. YouTube-wereldje in België is klein. Dus wie weet komt deze video wel in de feed van Nixer, Joni en Marten. En dan zien we wel of dat we een video hebben met jullie. Dus, ja, maar dat was zo'n beetje deze video. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Ik heb hem niet te lang gemaakt. Ik heb ongeveer een 9 à 10 minuten gemaakt. Met alle pauze knippen. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Ralph Dylan. En wie weet jullie het verhaal waarover ik sprak. Dat niks in mij volgt op TikTok, dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Morgen komt er een stream. Morgen vroeg komt er een stream. Of morgenmiddag komt er een stream. Waarin ik dus mijn squad battles eigenlijk afspeel. En nog meer in detail ga treden over Nixer. En dan zien we elkaar morgen bij de stream. En anders is het dinsdag een video, maar die moet ik nog gaan maken. Dan zien we elkaar morgen of dinsdag. En dan zie ik jullie guys morgen of dinsdag. Joe. Bye bye.